Iedereen achter mij die gaat naar de zaal voor de opening. Want vandaag is 4 oktober en dat betekent maar één ding. Executive IT, oftewel exit. En terwijl iedereen naar de opening gaat, gaan wij eens even kijken of alles nog recht staat. En dan gaan we jullie een topdag bezorgen. Welke smaak of welke geur heb ik? Maar het is best een goede onderbreking eventjes voor een hele drukke dag. Heel veel mensen gesproken, iedereen is echt super druk. Iedereen heeft denk ik rond de 10, 11 afspraken te kunnen halen. Dat is echt super veel. En dus ik laat me eventjes op en dan gaan we zo lekker weer verder. Mensen hebben ervaren hoe vandaag is gegaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig en ik ga ook even kijken of ik iemand kan vinden die er ook iets over kan zeggen. En als je nou deze dag mag samenvatten in zeg maar 2 of 3 woorden, wat zou je dan zeggen? Fantastisch. Maar het is maar 1. Nog 1. Ja, formidabel. Formidabel? Ja. Vind ik een mooi woord. My day was phenomenal. 40 meetings with potential customers, lots of opportunity. But that does not compare to the staff with management events. And Manon was impeccable with not only her style, but also her hospitality. And she took care of myself and 5 of my colleagues from 8 a.m. until 6:30. And couldn't be more thankful. So thank you guys very much for hiring her, number one, and for allowing us to participate. Eén man die niet mag ontbreken aan mijn vlog. Dat ben ik. Hij heeft een super mooie blauwe strik. Hoe ging het vandaag? Toppie, zoals ja? altijd. Zoals altijd. Nou, we leveren hier kwaliteit, man. Elke dag weer, hè? Elke dag dat we hier staan is één groot feest. Je hoort het ook van alle deelnemers en alle partners, weet je. Ze vinden ons helemaal te gek. Maar dat komt gewoon door onze Nederlandse manier van hospitality, natuurlijk. Ik bedoel, we hoeven er niet arrogant over te doen, maar dat is gewoon zo. Alle gekheid op stokje. Ik denk dat de sfeer is super goed. Iedereen heeft echt enorm naar zin gehad. Er zijn super veel meetings geboekt. En ook heel veel mensen zijn gewoon komen opdagen. Dus er zijn echt waanzinnig veel vervolgafspraken gemaakt. Dus ik denk al met al, voordat iedereen nu exit gaat, was het een super geslaagde dag.